Allemaal. Vandaag wil ik jullie laten zien hoe je een tas met nylonkoord kunt haken met acryl of katoen of een mix van beide. Dat is maar net wat je zelf wilt. Wat heb je daarvoor nodig? Ik heb nylonkoord, 6 mm, twee verschillende kleuren Royal van Zeeman en een haaknaald. Nummer 6. Hoe begin je? Ik heb een losse ketting opgezet. Omdat dit een kleine tas gaat worden voor het filmpje. Dan ga ik niet zo'n grote tas maken, want dat duurt veel te lang. Dus ik heb een losse ketting opgezet met 20 lossen. Je steekt je haaknaald in de derde losse. Vanaf je haaknaald, dus in de 1, 2, derde losse. Als je met twee draden haakt, moet je wel opletten dat je door beide lusjes heen steekt. Dan pak ik mijn koord erbij. Leg ik over de haaknaald, onder het draad door. Die kun je gerust een stukje uit laten steken, dat werken we zo weg. Je haalt de draad door je lus en je sluit met een vaste. Ik doe in deze allereerste vaste even een steekmarkeerder, zodat ik straks weet waar ik mijn allereerste vaste heb gemaakt. De volgende losse maak je weer een vaste. En zo ga je de hele losse ketting je koord meehaken door middel van vasten. Als je het nog nooit hebt gedaan, is het op zich eventjes wennen. Even een slag die je te pakken moet krijgen. Maar op zich is het helemaal niet moeilijk. Als je vasten kunt haken, kun je dit ook. Maar je moet net even weten, hoe doe ik het met het koord? Goed door beide lussen heen en zorgen dat je, zeker als je met dubbele draad haakt, dat je allebei de draden meepakt. Anders krijg je straks allemaal lussen aan de achterkant. En dan moet je het weer uithalen of het is gewoon een niet zo mooi gezicht. Je hoort af en toe het draad wat piepen, omdat het toch eventjes, zeker de eerste toer, is altijd een beetje wat strakker. Dan klagen ook mensen dat het wel eens heel erg zwaar is, of die zeggen ik krijg zulke zere handen of mijn schouders gaan zeer doen. Dan is mijn advies, zeker in het begin, haak niet te lang achter elkaar. Als je het iedere keer met tussenpozen doet, is het heel goed te doen. Ik haak ook geen hele tas achter elkaar. Dan kunnen mijn handen en mijn schouders niet hebben. Dus ik wil nog langer blijven haken, dus ik ben voorzichtig ermee. Ik ben nu aangekomen bij de laatste losse van mijn losse ketting. Nu haal ik eerst even mijn haaknaald eruit. En nu gaan we eerst met het uiteinde van het koord bezig. Zoals je kunt zien, pluist dat een beetje. Dat willen we niet. Dus ik pak een aansteker. En ik hou de vlam even bij een nylonkoord. Die buitenste laag, die dus pluist. Die smelt nu een beetje weg. En met je vingers druk je het een beetje in elkaar. Pas wel op dat je je aansteker niet te lang erbij houdt en dat je je vingers niet gaat branden, want het kan best wel heet zijn. Zeker als je dat voor de eerste keer doet. Dan pak ik textiellijm erbij. Ik zet het altijd vast met wat textiellijm. Er zijn ook mensen die zeggen van, goh, ik zet dat beginstukje helemaal niet vast. Kan. Ik ben er zelf geen voorstander van. Want zeker als je dus je tas gaat gebruiken en er komt wat druk op de bodem te staan, kan het wezen dat je koord weg gaat schieten.
tussen de losse of tussen de vaste uit. Dus ik ben een voorstander om het vast te zetten. Zoals gezegd doe ik dat zelf met textiellijm. Maar je kunt het ook met een draadje even vastzetten. Er zijn ook mensen die zeggen van, goh, ik hou de aansteker iets langer bij. Zodat het nylon wat daar binnenin zit, dat koord, dat dat een beetje smelt. En dan druk ik het vast op mijn haakwerk. Dat kan ook. Ik doe het met textiellijm. Ik doe een klein beetje lijm op het uiteinde. Dat smeer je een beetje rondom uit. Niet te veel lijm erop doen. Dan zit straks je hele haakwerk onder. Zo. Even mijn vingers schoonmaken. Dan pak je je haakwerk even goed vast. En je trekt heel voorzichtig aan het koord. Totdat het koord de hoogte is van je eerste vaste. Dan draai je het even om. Dan haal je aan de achterkant eventjes de eerste twee losse om het koord heen. Je drukt de steken weer een beetje op hun plaats. Kijk, op deze manier zie je eigenlijk vrijwel niets meer terug van het koord. Mocht het nou zo zijn dat je er toch nog een stukje van ziet en je vindt dat storend, kun je ook eventueel met een paar steekjes eroverheen dat uiteinde wegwerken. Dat kan ondertussen drogen. En dan ga ik weer verder met het haken. Zo. Even het dopje op de lijm doen, anders droogt hij uit. Dat is ook zonde. Deze lijm is trouwens bestand tegen wassen. Ik vind dat zelf wel prettig, want als je tas vies is, kun je hem in ieder geval uitwassen zonder dat je bang hoeft te zijn dat je koord weer los gaat schieten. We zijn dus aan het einde gekomen van mijn losse ketting. Er staat er hier nog één. En daarin gaan we dus 5 vaste haken. 1. 2, 3, 4, 5. 5 vaste, allemaal in die laatste losse. Je ziet dat je nu al vanzelf eigenlijk de bocht omgaat. Hier moet ik straks ook weer meerdere in de bocht. Dus ik doe in de middelste van de 5, in de derde vaste, doe ik een steekmarkeerder in. Weet ik dat dat het midden van mijn werk is en dat ik daar in de volgende toer ook weer moet gaan meerderen. Nu moet ik dus weer vaste gaan haken aan de andere kant, eigenlijk aan de verkeerde kant van de losse ketting. Ik leg het koordje, het touwtje waar je dus je losse ketting mee bent begonnen, leg ik langs mijn werk en die haak ik samen met het koord eromheen. Kijk, zo zie je dat je koord ook automatisch, of dit koordje, beginkoordje, dat het automatisch weggewerkt wordt. En dan haak je gewoon vaste. Tot aan de laatste losse van deze rij. Zie ik je daar weer terug. Ik ben nu weer aangekomen bij de laatste losse van de losse ketting. Hier moet ik ook weer mijn meerderingen gaan maken om dus de bocht om te gaan. In de vorige bocht heb ik dus 5 vaste gehaakt in één steek en ik ga hier ook weer 5 vaste haken, alleen op een iets andere manier. Ik maak 1,
2. Drie vaste in die ene lus, die laatste. En daarna haak ik. Ik ga eerst eventjes die touwtjes aan de achterkant afknippen, want daar heb ik alleen maar last van. Dat zijn nog die twee touwtjes van het begin van je, het allereerste begin van je losse ketting. Trek die touwtjes even goed aan. Die kunnen een beetje dubbel gaan zitten doordat je ze mee haakt. Knip die af. Daar hebben we geen last meer van. Zoals gezegd, ik had dus drie vaste in die laatste losse gemaakt. En om nu de bocht om te gaan, doe ik dus twee vaste, maar dan alleen om het koord. Dus dan heb ik ook 1, 2 vaste om het koord en 1, 2, 3 in die laatste losse. Dan ga ik weer naar de allereerste vaste die ik gemaakt heb. Dat is dus deze. Ik haal mijn markeerder eruit. En ik maak hier een vaste in. Ook hier zet ik weer een steekmarkeerder in die 5 steken die ik dus hier in gemeerderd heb in de bocht. 1 vaste had ik net al gewoon gehaakt. Dus ik ga terugtellen. 5, 4, 3. Dus ik plaats in deze mijn markeerder. Dan weet ik dat is het midden van mijn andere bocht. Nu haak je gewoon weer vaste in iedere losse. Tot de ene laatste steek voor je markeerde. En dan zie ik je daar weer terug. Ik ben nu aangekomen bijna bij het hoogste punt. Dit is het midden van mijn werk, van mijn bocht. Hier heb ik dus die 5 steken in de allereerste toer in 1 steek gemaakt. Nu moet ik dus gaan meerderen om de bocht om te gaan. Dat doe ik niet over alle 5e steken, want dan zou ik veel te veel steken krijgen. Ligt er ook een beetje aan wat voor garen of je gebruikt. Probeer dat zelf even een beetje uit. Ik doe het met dit garen. Ga ik iedere bocht meerderen over 3 steken. En dan ga ik in iedere steek, of in die 3 steken, ga ik dus 3 vaste haken. 1. 2. Drie. Dat is de eerste steek. Dan kom ik dus bij het midden van mijn bocht. Ik haal de steekmarkeerder er even uit. In deze vaste ga ik dus ook weer 3 vaste maken. 1. 2. 3. Maar omdat dit het midden van mijn werk is, plaats ik dus in de middelste van die 3 vaste die ik net gehaakt heb, in het midden, de steekmarkeerder. Dus van die 3 zet je in de tweede de steekmarkeerder. Dan weet ik, dit blijft het midden van mijn werk. Dan haak je in de volgende steek ook nog weer 3 vaste. 2, 3. Dus je hebt nu over 3 vaste van de vorige toer, heb je dus in totaal 6 steken gemeerderd. 3 vaste moest je sowieso al haken. En in iedere vaste heb je dus nog 2 steken extra gemeerderd. De steekmarkeerder zit er goed in. Dan ga je aan de andere kant weer vast te verder haken. In iedere steek eentje. Goed opletten dat je je draden allemaal meepakt. Alle goede lusjes heen steekt.
Nu kan het ook nog gebeuren dat je werk dus als het ware door het haken een beetje krom gaat trekken. Of dat je zegt van goh, het ziet er een beetje vreemd uit zoals nu. Wat je dan doet. Zachtjes even iets aan het koord trekken. Het is niet veel nodig nu. Maar mocht dat bij jou gebeuren, probeer het eventjes zachtjes aan de koord te trekken. Dat je een mooie rechte lijn houdt. En dan haak je daarna gewoon weer verder tot aan de volgende bocht. En dan gaan we weer dezelfde meerderingen maken. Die zal ik je dan nog één keer laten zien. Dus ik zie je bij de volgende bocht, zie ik jullie weer terug. Ik ben weer bij de volgende bocht aangekomen. Die 5 steken die ik dus de vorige toer in 1 steek heb gemaakt. En ik ga nu weer meerderen, maar ook weer niet over alle 5 de steken, maar over de bovenste 3. Dus ik haak nog 1 vaste gewoon. En dan in de vaste voor de steek markeerde, maak ik 3 vaste. 2. En dat is 3. Even mijn draad een beetje aantrekken. En dan gaan we naar de tweede. Dat is het middelpunt van mijn bocht. Ik haal de steekmarkeerder er even uit. Hier maak ik ook weer 3 vaste in 1 steek. 2. En dat is 3. Ook daar plaats ik weer in de middelste van die 3 de steekmarkeerde in het midden van mijn bocht. En in de volgende vaste maak ik, moet ik wel door beide lussen heen steken, dus maak ik ook weer 3 vaste. En daarna ga je gewoon weer verder haken met 1 vaste in iedere vaste. Even je koord. Hij blijft mooi plat. En zo ga je dus alle toeren van je bodem totdat je vindt dat die groot genoeg is. Wil je een kleine tas, wil je een grote tas, kun je zelf bepalen. Daar is geen vastgestelde maat voor. Maar ja, je gaat gewoon in iedere bocht meerder je op deze manier. En als je bodem groot genoeg is, dan kom ik bij je terug. Ik ga ook even bezig. En mijn bodem, en als ik vind dat mijn bodem voor mijn tasje groot genoeg is, dan zie ik jullie weer. Tot zo. Zo, mijn bodem is voor dit tasje wat ik jullie wil laten zien groot genoeg. Het zijn niet veel toeren, 3 toeren voor de bodem. Maar jullie willen misschien wel een grotere tas, dus dan haak je gewoon wat meer toeren. Merk je nu, als de bodem wat groter wordt, dat hij een beetje gaat bobbelen, dan kan het wezen dat je te veel steken hebt gemeerderd in de bocht. Dat ligt ook een beetje aan het garen wat je gebruikt. Heb je dunne garen, dan heb je er iets minder gauw last van, denk ik, als met dikke garen. Maar dan kun je het ook proberen om 1 toer niet te meerderen en een volgende toer wel weer gewoon. Probeer dat even uit. Ik vind mijn bodem nu dus groot genoeg. Ik wil nu graag dat mijn tas omhoog gaat. Daarvoor ga ik eerst 1 toer in de achterste lus haken. Gewoon vaste in de achterste lus van de vorige vaste. Als je met 2 draden haakt, let op dat je wel allebei de draden hebt. Je haalt het naar boven en je maakt weer een vaste. Steekt weer in. En je haakt een vaste. En dat doe je eigenlijk zo
de hele toer door, totdat je helemaal rond bent geweest. En wat je dan al gaat zien, is dat je hier een randje krijgt. Dat zijn die voorste lossen die je dus niet meehaakt. En zo krijg je dus helemaal zo'n randje. Ik ga de toer rondhaken in de achterste lussen. En als ik rond ben, dan kom ik bij jullie terug. Ik heb nu een hele ronde in de achterste lus gehaakt. Zoals je kunt zien, heb je hier helemaal een randje omheen zitten. Deze toeren sluiten nooit mooi op elkaar aan als je in spiraal haakt. Zeker niet met koord erdoor. Dat is eigenlijk niet op een andere manier mooier te krijgen. Ik vind dit ook niet storend, vandaar dat ik het ook voorbij de bocht doe. Dit wordt ook de achterkant van mijn tas, deze kant. Er zijn ook wel mensen die zeggen van, nou, ik vind het absoluut niet mooi. Ik ga die toer sluiten met een halve vaste en ik haak weer drie lossen. Ik ga een toer daarbovenop verder. Dat vind ik persoonlijk niet mooi, want dan krijg je helemaal zo'n dikke band hier zo, waar je dus de toer hebt gesloten en waar je weer drie lossen hebt gehaakt. Ik vind dit niet storend, maar ik doe het wel aandacht. Dit wordt wel de achterkant van mijn werk. Wat je nu kunt gaan doen, is gewoon weer vaste verder haken. Eén vaste in iedere steek. Dit wordt de binnenkant van je tas, dus waar dat randje zit, dat is de buitenkant. En als je een beetje zo dit omhoog vouwt, dan zie je, dan komt hij al ietsje omhoog. Dat komt ook omdat ik in die toer waarin ik in de achterste lus heb gehaakt, heb ik ook niet meer gemeerderd. Want anders gaat hij wijder uitlopen. Ik wil een tas die recht omhoog loopt. Dan moet je ook stoppen met meerderen. Wil je een tas die heel wijd uitloopt, dan kun je om de toer 1 of 2 steken meerderen in de bocht. Ik ga dat niet doen. Mijn markeerders haal ik er dan ook uit. Die hebben voor mij geen functie meer. Wil je wel meerderen in de bochten, dan laat je ze zitten. Dan weet je waar je moet meerderen. En wat ik daarnaast nog doe, omdat ik wil dat mijn tas recht omhoog loopt, ga ik mijn koord iets aantrekken. En wat je dan ziet gebeuren, ik moet een klein beetje meehelpen die eerste toer. Kijk, dan zie je dat die rand omhoog komt. Dat is die rand die je in de achterste lus hebt gehaakt. En dat kun je een beetje aantrekken. Je kan het ook in model brengen. Denk je van, goh, ik heb te strak getrokken. Dan trek je het koord weer iets los. En nu ga ik gewoon in beide lussen haken. Gewoon 1 vaste. In iedere vaste. Niet meer meerdere. Iedere halve toer even controleren of je koord nog strak genoeg zit. En zorgen dat de toeren mooi recht op elkaar aansluiten. Ik ga even 2 toeren haken op deze manier en dan kom ik even bij je terug. Dan zal ik je even laten zien hoe het eruit ziet. Zie je zo? Zo. Ik heb nu 2 toeren gewoon door beide lussen vaste gehaakt. In iedere vaste. Niet meer gemeerderd. Dus de toer waar ik alleen in de achterste lus heb gehaakt. Dat is deze. En daarna ben ik gewoon verder gegaan met vaste haken, weer door beide lussen, niet meer meerdere. Bij iedere halve toer kijk ik even mijn tas na en trek ik desnoods iets aan het koord. Kijk, als je dus niet aan het koord trekt, gaat hij vanzelf iets naar buiten toe staan. Vind je dat mooi? Trek je niet aan het koord. Ik wil graag dat mijn tas recht omhoog gaat. Kijk, zo kun je het misschien beter zien. Je begint hier uit te lopen. Daar heb ik nog niet aan getrokken. Deze kant wel. Dus ik ga nu toch iets aan het koord trekken. Zodat mijn tas mooi recht omhoog loopt. Zorg er wel voor dat de toeren mooi op elkaar aansluiten op deze manier. Zo haak je door totdat je de gewenste hoogte hebt van je tas.
En als je zover bent, kom ik bij je terug. Tot zo. Zo, mijn tas is nu op hoogte. Ik heb 12 toeren gehaakt, maar daar staat geen vast aantal voor. Als jij denkt dat je tas hoog genoeg is, kun je dus gaan kiezen, wil ik er handvaten aan of wil ik er een aparte schouderband aan. Ik ga bij dit tasje kleine handvaatjes aanmaken. Wat heb ik nu al gedaan? Je ziet twee steekmarkeerders. Ik heb het midden bepaald van de voor- en de achterkant. Ik begin met de handvaten aan de voorkant. Waarom doe ik dat? Omdat ik straks, als ik de handvaten klaar heb, wil ik mijn draad aan de, of mijn koord aan de achterkant weg gaan werken. Dus ik begin aan de voorkant met de handvaten. Zoals ik zei, heb ik dus het midden bepaald. En ik ga dus kijken hoeveel steken of hier tussen zitten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ga ik ook aan deze kant 8 steken ertussen doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan zet ik mijn markeerde in de 9e steek. En dan ga ik kijken hoe lang wil ik ongeveer mijn handvaatjes hebben, hoe groot. Maar daarvoor ga ik dus eerst. In deze steek heb ik dus één vaste gehaakt. Maar dat was dus het begin van mijn handvat, dus ik wil het graag iets steviger hebben. Dus ik maak in dit handvat maak ik 2 vaste in. Daarna ga ik om het koord heen haken. Wel met beide draden. Gewoon vaste om het koord. Totdat je denkt, nu heb ik een mooi handvaatje. Af en toe dan schuif je de steken even iets aan. Omdat je om het koord heen haakt, is het nog vrij los. Dus gewoon je steken aan, schuiven. Ik ga even de lengte van mijn tas bepalen en daar vast omheen haken. Ik zie jullie zo weer terug. Omdat het een klein tasje is, heb ik 20 vaste om mijn koord gehaakt. Dat vind ik eigenlijk wel lang genoeg, omdat het tasje ook niet zo groot is. En dan ga ik waar de markeerde in zit, het handvat weer vastzetten. Markeerde eruit. En die zet ik opnieuw vast met 2 vaste in dezelfde steek. Daarna haak je gewoon weer verder vaste. 1 vaste, gewoon in iedere vaste. Net zoals de voorgaande toeren. Wat ik nu doe, ik ben nu ongeveer in het midden van mijn bocht. En ik wil eigenlijk mijn koord weer iets aantrekken, maar ik ben bang dat ik dan mijn handvat te strak ga trekken. Dus wat doe ik dan? Ik heb hier een grote speld. Die zet ik even hier op de hoek van mijn handvat vast. Door een paar lage nylonkoord heen. Kijk, die kan niet meer verschuiven, die kan geen kant op. En vervolgens doe ik eventjes een beetje textiellijm onderaan mijn koord. Het hoeft niet. Maar waarom doe ik dat? Als er dus straks gewicht komt in de tas en je gaat je tas hieraan vasthouden, dan kan het dus wezen dat je koord gaat verschuiven. En dat je het koord als het ware
uit de vaste weg trekt, dat je de bovenkant als het ware dicht snoert. En door een beetje lijm in de bocht, of je kan het ook op de hoeken bij de handvaten zetten. Ik doe het zelf in de bocht. En ook aan de andere kant straks ga ik dat doen. Zeker met grote tassen doe ik dat dus ook. Waarom? Omdat als er zware boodschappen inkomen, dat je nylonkoord hier tussendoor dus kan verschuiven. Zet je het op een bepaalde plaats vast. Ik doe het zelf altijd iedere halve toer. Eventjes een klein drupje onderaan je nylonkoord. Blijft het in ieder geval op de plaats zitten, heeft het iets meer stevigheid. En dat zeg ik, het hoeft niet, maar dat zijn dingetjes waarvan ik denk van ja, dat geeft net iets meer stevigheid aan mijn tas. En mocht die dan alsnog iets gaan verzakken of wat dan ook, heb ik in ieder geval mijn best gedaan. Ik ga nu over dat koord weer heen haken. De lijm is nog niet droog, maar dat maakt niet uit. Want dat droogt vanzelf als ik dus er overheen haak. En dan krijgt het rustig de tijd om te drogen. Even mijn koord gauw iets aan voordat de lijm echt opgedroogd is. Zo. Kijk, het handvaatje zit mooi. Nu ga ik dus ook aan deze kant even bepalen waar de plaats van de handvaten moet komen. Aan de andere kant had ik 8 steken tussen de markeerde en het begin van het en het eind van het handvat. Dat ga ik ook aan deze kant doen. Dit is het midden, dus ik tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en ik zet hem in een 9e steek. En dat doe ik ook aan de andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in de 9e steek. Dan weet ik, hier zijn mijn beginpunt en het eindpunt van mijn handvat. Ik ga dit handvat erop maken. Daarna haak ik nog 1 keer helemaal rond met het koord over alle vasten die er zitten. Gewoon vast te haken in beide lussen. En als ik daarna helemaal rond ben geweest en ik ben hier aan de achterkant bij het einde van de tweede toer van mijn handvat, kom ik bij jullie terug. Zo, ik heb mijn beide handvaten eraan zitten. Nog een keer helemaal over de tas heen gehaakt en over de handvaten. Gewoon vaste, 1 vaste in iedere vaste. En nu ben ik op het punt gekomen dat ik dus moet gaan afwerken. Omdat je dus in spiraal haakt, is het altijd een beetje moeilijk, omdat je toch vaak wel iets hoogteverschil blijft zien. Ik doe het daarom altijd direct na het handvat. En ik ga even kijken. Mijn koord is ook bijna op, dus het komt heel goed uit. Ik ga hem hier afknippen. Zo. En dan ga ik hem ook nog even schuin wegknippen. Dat je niet zo'n dikke prop op het einde krijgt. Een heleboel losse pluisjes van het koord. Wat je nu even weer gaat doen, is met de aansteker hetzelfde doen als bij het begin van je koord. Je schroeit het even een beetje weg. Je drukt er weer iets aan. Totdat alle losse stukjes weg zijn, pak ik opnieuw weer de textiellijm. Ik doe aan de onderkant van mijn koord wat lijm. Smeer dat even iets uit. Zo.
zet ik het even vast. Bovenop mijn vaste rij. Met een naaldje. Door een andere nylonkoord heen. En dan ga ik hier gewoon overheen haken. Gewoon nog even vasten. Bijna bij het einde. Ook even een beetje priegelen. Dan kan ik het naaldje eruit halen. Zorg dat het puntje er een beetje onder terugkomt. Die kan ik er zo wel tussen werken. Eventueel kun je dat stukje nog ietsjes vastzetten met een naald en draad. En dan maak ik nog twee halve vaste. Het gaat een beetje stroef omdat er ook nog iets lijm zit. Zo. Ik haal mijn naald hieruit. De markeerders kunnen eruit. Hier breng ik je tasje nog iets in het model. Dat ga ik zo even doen. Maar jullie hebben in ieder geval een idee hoe dus zo'n tasje gemaakt gaat worden. Je kan er nog een sluiting over maken van de ene kant naar de andere kant. En dan zet je hier dus een knoopje op. Je kan er nog een schouderband overheen maken. Dat is maar net wat je zelf wil. Daar kom ik in een volgende tutorial op terug. Hoe je dus een schouderband kunt maken. Hoe je een sluiting moet maken. Ik hoop dat jullie wat gehad hebben aan deze tutorial. Ik wens jullie heel veel succes met jullie tas. En ik hoop heel veel mooie tassen te zien verschijnen in Nederland. Tot de volgende keer.